De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadine, is geen voorstander van het organiseren van grote feesten aan het einde van het jaar. Normaal worden in die periode de Pagara-estafette, kerstconcerten, bedrijfsfeesten en straatfeestjes gehouden. Aangezien de wereld midden in de coronacrisis zit, raadt de minister het af om deze feesten te organiseren. Dat zei hij donderdag op een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met betrekking tot de feestdagen, daar is collega Amboksi reeds ingegaan. Maar binnen regeringsverband komen we dus binnenkort nog uit met een officieel advies ten aanzien van de afsluiting van het jaar. Inmiddels is vanuit Volksgezondheid wel duidelijk dat mogelijke bedrijfsfeestjes en de traditionele Pagara-estafette niet verstandig zouden zijn. Dus ik zeg nog niet dat het nog niet doorgaat. Maar vanuit Volksgezondheid, ik denk dat dat meer dan logisch is, dat het niet aan te raden zou zijn om de traditionele oudejaarsviering die wij kennen in Suriname te continueren dit jaar. Hierover echter komt er nog binnenkort meer informatie naar u toe. In vele landen is men zelfs al overgegaan tot stringente maatregelen rond het oudjaar. Zo heeft bijvoorbeeld België vuurwerk en vuurwerkverbod. En andere landen verbieden feesten. Ik denk dat wij in Suriname ook zeker naar opties moeten gaan kijken ten einde de gezondheid van de burger te kunnen blijven garanderen, ook na de afsluiting van dit jaar. In diezelfde persconferentie was minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie heel erg kort. Hij kondigde aan dat tijdens de feestdagen er strengere controles zullen worden uitgevoerd door de politie. De roadblocks worden nog gedaan. Ook de brugcontroles. We hebben gemerkt de laatste tijd dat er ook wat contraband wordt in beslag genomen. Onder andere auto's, ecstasy tabletten, messen en andere zaken. Na de feestdagen toe gaat de politie de controles opvoeren en ze gaan dus minister Kenneth Amoxie donderdag op een persconferentie. De regering zal gepaste maatregelen nemen voor de oudejaarsviering in verband met de coronapandemie.